Nou, dat gaan we proberen. De 37e wintershow gehouden op 31 januari 2020. 2020. Nou, normaal staan er hier altijd heaters van die terrasverwarmers in beeld. Dat was dit keer niet nodig. Een hele warme editie. De koeien schoon. De vrijwilligers hadden ze alweer gewassen. Papieren worden ingenomen. Gelukkig heel weinig afmeldingen. Volgens mij waren er 71 dieren aanwezig en daarmee een heel mooi aantal om een mooie wintershow te houden. Heel veel koeien stonden er prima bij. Mooie, productieve koeien. Koeien met kracht. Koeien die hun taak ook heel goed aankunnen. En dan heb je het echt voor elkaar als je daar gewoon met je handen in de zak achter je eigen koeien kan staan. Voeren, voeren, voeren. Proberen om de koeien ook de vulling te krijgen die ze thuis hebben. Het liefst nog een beetje meer. De prijzen staan klaar. De bloemen staan klaar. De ring opnieuw met mooi groen zaagsel. De voorzitter is er klaar voor. Lianne Kolff gaat foto's maken. Het is echt tijd, vindt Herijgers. 10 uur. Hier wordt het ook nog even gecontroleerd. En dan gaan we van start. Er zijn 3 rubrieken fase. 3 keer 10. Het is een heel mooi aantal fasen in de keuring. Fasen van een heel best niveau. We krijgen best wat plaatjes ook te zien, wat beelden van de voorbrengers. Ik dacht van ja, veel jeugd actief, maar dan ga je eerst zitten denken van ja, waar stopt de jeugd eigenlijk? Voor mij komt er steeds meer jeugd. Maar nou, heel veel dieren in prima getoileteerd, prima voorgebracht. De jury uit het hoge noorden, Art Gunning en Riek Jonkers, 2 zeer ervaren juryleden. Die ook gerust alleen kunnen keuren, maar er ook samen heel goed uitkwamen. Ja, de taak van François die zat erop. Die heeft het boekje gemaakt en die heeft ook flink getrokken aan de sponsorcommissie. En er waren ook weer heel veel sponsors. En die zijn ook heel hard nodig om het ook allemaal rond te zetten. De linten worden uitgedeeld. En we zijn hier dan bij de eerste rubriek. En de jury had opgeschreven een rubriek met jonge vazen met zeer beste uiers. En een heel mooi kopduo. Catalogus nummer 6, deze vaas van Loenhout, een Solomon-dochter. Voorop in de rubriek. Een hele mooie, complete vaas. Een vaas met een best uier. En die met name dan iets meer vulling heeft ten opzichte van deze hele jeugdige catalogus nummer 3. Kakelvers. Een vaas die er heel mooi in kan gaan groeien. Spijkerhard met heel veel lengte. En dit is een dochter van Climax. En dat is een jonge commanderzoon van Barnkamper. Geplaatst voor deze hele mooie roodbonte vaas. Er waren meer roodbonte dieren op de keuring, maar ik denk dat dit misschien wel de beste red was. Een hele complete vaas. Een Defiant-dochter van familie Van Beek. Met zeer veel lengte, een breed achteruier. En ook een vaas die een hele mooie balans laat zien. Catalogus nummer 10 van Oostvogels. Controldochter. Een vaas met een heel goed frame. Lang gerekt, maar ook sterk en prima in haar kruisbouw. Voorzien van een uier dat vast aangehecht is en met goed beenwerk. Catalogus nummer 12 is een Dorsiedochter. Een mooie, jeugdige vaas. En ik dacht van, het is op zich wel opvallend. Dorsie, de vader van Mogul. Mogul, de vader van Commander. En Commander, de vader van die Climax die op de tweede plek liep. En straks krijgen we ook nog een Sparkle. Ook een Commanderzoon. Dus er zitten eigenlijk 4 generaties tussen. En dan hier zorgen ze voor deze prachtige dochters. Defiant kwam voorbij van Grouwmans. Browning kwam voorbij van De Meijer. Catalogus nummer 5 was een Impression van Everland. Catalogus nummer 9, Bodyguard. Dat was een jonge Bolt van familie Van Gastel. En ook catalogus nummer 9 was van familie Van Gastel. Nou, veel goede vazen, zei ik al. Ik kom ook wel eens op andere keuringen. En
keuringen van een hoog niveau, dat zeker. Als je bijvoorbeeld denkt aan de 3x A. Vorige week onder andere met Piet ook nog in Duitsland wezen kijken, in Verden. Een keuring van een heel goed niveau. Maar wat ook wel opviel was, dat er soms best extreme fasen lopen. En als we dan op onze eigen West-Brabantse keuring kijken, dan denk ik dat we kunnen zeggen dat er gewoon heel veel complete fasen aanwezig waren. Die aan de ene kant jeugd en hardheid uitstralen, maar aan de andere kant ook mooie kracht, breedte en conditiescoren laten zien. En met name dan ook die ruimere voorhanden, die goede voorbenen, denk ik heel belangrijk. We scoren het als inspecteurs nu ook een 3 jaar en er komt ook een fokwaarde voor, waarschijnlijk in april al, voor de stand van de voorbenen. Hoog tijd denk ik. Maar als we op onze keuring kijken, dan liepen er naar mijn idee heel weinig fasen die een opmerking bij de voorbenen kregen. Dus een compliment daarvoor. Dan zijn we in de tweede rubriek, aangevoerd door twee Duitse vazen van de familie Oostvogels, catalogus nummer 17. Een Arvis-dochter. Een Arvis is een defenderzoon, een hele mooie jeugdige vaas met super ruier en benen. Deze vaas, daar zit mogulbloed in, ook een Duitse vaas. Een hele mooie balansvaas, ook met een prima uier. Catalogus nummer 18, opnieuw een Defiant van familie Van Beek. Een Ella, bondsfokkerij. En straks zien we ook nog een volle zus van deze vaas met enorme afmetingen. Groot, lang, diep. Mooie fijnheid en met name daarom denk ik ook geplaatst voor deze krachtpatser. Catalogus nummer 21 van de familie Pijs. Een hele robuuste vaas met een prima functioneel kruis en ook een vast aangehecht uier. Nou, ze was wat meer vierkant in het uier ten opzichte van deze catalogus nummer 23, een dochter van Vicent. Maar wel een enorme framevaas, een heel mooi type erin. En wat meer capaciteit, wat meer diepte in de voorhand. En daarom geplaatst voor catalogus nummer 15, een zilver van Peter Ritmeester. Een vaas met een prachtig achteraanzicht, breed in het uier. Geplaatst voor catalogus nummer 19, een legendary van familie Van Beek. Deze opnieuw van Ritmeester, een hele mooie, laatrijpe roodbonte. Met een vast uier, een lang uier. En met name vanwege de afwerking het uier geplaatst voor deze van Tuitelaars. Een mooie framevaas, een commander, een dochter. En iets meer de balans in het uier, iets meer de kracht in de achterhand. En daarom voor deze Defiant, de volle zus van de Defiant op de derde plaats. Dat kan harder. Nou, volop de mogelijkheid om te discussiëren langs de kant. Daar is de keuring denk ik ook voor. Om de krachten te meten, wat hebben we nou voor vee op stal. Maar ook om met elkaar eens te praten over van wat zien we in de ring. En we gaan naar de derde rubriek. Een rubriek waar met name ook wat gediscussieerd werd over hoogtemaat. Veel veehouders geven aan dat de koeien onderhand groot zat zijn. Aan de andere kant merken we ook wel dat een grootte die daarbij ook de breedte heeft en de kracht en de correctheid van bouw, die is in de beleving van veehouders vaak minder groot dan zo'n extreme smalle die ook de kracht in de totale bouw mist. Nou, ik denk dat de jury duidelijk geweest is in hun toelichting. Er liepen wat hoge fasen wat meer naar achteren, maar er kwamen ook wat hoge fasen vooraan. Nou, hier hebben we denk ik een heel goed voorbeeld. Een enorme vaas qua afmetingen, maar zeer compleet in bouw. Super ruier eronder. En de jury zei het ook niet vanwege haar hoogtemaat, maar ondanks haar hoogtemaat toch duidelijk de beste vaas. Beter ruier als deze. En de vader dieren, dat is de voorste, was een Monterie met Kutschenzoon. En de andere was een Brady, een Edwardzoon. De derde opnieuw van Southland. En dat was een Mr. Press met Kutschenzoon. Hier in Jedi van Grauwmans. Het zijn allemaal vazen die ik ook onderweg gezien heb. Ze zijn enorm uitgezwaard. Deze boeken van familie Oostvogels, ook een zeer complete vaas. Klein beetje aan het groeien. Dat laat deze vaas ook zien, catalogus nummer 33, een hologramdochter
fase die mooi doorgroeien, die veel presteren. Ook deze Star Trek, Vero Star Trek van Vero, dus ook echt een eigen fokproduct. Deze dapper van de familie Pijs, een fase die uitstralen dat ze melk geven, maar ook dat ze nog volop energie over hebben om door te groeien tot hele beste melkkoeien. Zo, ook deze catalogus nummer 27 en 35, een roodbonte van de familie Van Meren. Iets meer een jeugdige vaas. En daarmee hebben we de rubrieken bij de vazen gehad. Ook achter de koeien volop discussie. Het was echt een warme wintershow. Nou, mooi de tijd om ook even wat te vertellen over, ja, hoe belangrijk is exterieur. Keuring is show, maar exterieur, dat is ook heel duidelijk functioneel voor de bedrijfsvoering. En vorige winter is er een onderzoek gedaan naar de bedrijfsinspectiecijfers van een kleine 10 jaar geleden, hoe het gegaan is met die dieren. En er kwamen eigenlijk een aantal dingen uit. Maar wat ook wel opvallend was, dat hoe hoger de vazen ingeschreven werden, hoe beter dat ze ook produceren. Dus exterieur, functioneel exterieur, dat draagt zeker ook bij aan inkomen en aan productie. Niet alleen absolute productie, maar ook de lactatiewaarden zijn ook gewoon duidelijk hoger van de hoog ingeschreven vazen. Dan gaan we naar de middenklasse, ook 3 rubrieken middenklasse. Hier zijn we bij de 1A, de Kingboy, uit de bekende Alexander, de reservekampioen van het EK. En in deze rubriek zien we het toptrio van vorig jaar bij de vazen, catalogus nummer 38. Deze van familie Van Loenhout was vorig jaar de vazenkampioen. En degene die ervoor liep, die Kingboy, was reserve. Ze kwamen hier elkaar weer tegen, nu andersom. Beide geplaatst voor deze 2 dieren van familie Van Beek. Een Bailey Chen en opnieuw een Kingboy. Dit was vorig jaar de 3e op tal. En nu in deze rubriek dus de 4e plaats. Dieren die mooi doorontwikkeld zijn. Er nog steeds hele beste uiers onder zitten. En een hele beste eerste rubriek in de middenklasse. Catalogus nummer 37 was een MVP van Tuitelaars. Een koe met heel veel ribdiepte en een best uier. 44, een Defiant van Everland. Een krachtpatser, een best frame. Deze was een Crusader van Tuitelaars. Ook een hele mooie harde koe met prima benen. En zo ook deze, een Snowfever. Koeien met fijnheid en met heel veel melkuitstraling. Nou, we maken ons op voor de volgende rubriek in de middenklasse. Ik zei het misschien al, maar ook in de middenklasse hebben we 3 rubrieken gekeurd. En daarmee krijg je ook hele mooie finales. Er komen in eerste instantie 9 dieren terug in de finale. En de jury bracht die terug tot een 5-tal. En bij de vazen, bij de middenklasse en ook bij oud hadden we hele mooie kampioenschappen. Nou, goed gebouwde dieren die leven ook langer. Hoe hoger van exterieur ingeschreven, hoe langer dat dieren ook leven. En dan gaat het dubbel op. Ze produceren meer, ze leven langer. Dus ze hebben een duidelijk hogere levensproductie. En ik denk dat we daar gewoon met z'n allen aan moeten blijven werken. Aan dieren die functioneel zijn. En die op de keuring dan ook nog eens een keer die fraaie afwerking hebben. En dat extra hebben in type, in fijnheid en in uiers. Dan gaan we naar de 5e rubriek. En de 5e rubriek werd door de jury omschreven. Een rubriek met een heel mooi kopduo. Zeer beste kruisen, beste benen, iets wisseling in de uiers. En deze is een Vero Pianoman dochter van het bedrijf Vero. Dus opnieuw zowel de koefamilie als de stier zelf gefokt. Voor deze, de Edwood dochter van familie Van Beek. Een hele fijne rasmelkkoe. Een heel fraai kopduo op kop van deze rubriek. Maar ook deze koe die weet waar ze voor gefokt is. Een enorme melkuitstraling in deze verse derde kalfskoe. Wat een uier.
En wat een melkuitstraling. En wat een capaciteit in deze koe. Deze reflectordochter van familie Van Gastel uit de bekende Shamrock-koe. Ik vind dat een hele mooie balanskoe. Maar ook deze mag er zijn, catalogus nummer 46. Een hele fraaie, fijne koe. Spijkerhard, voorzien van een heel bestuiver van Everland. Hier ook een verse derde kalfskoe van De Meijer, een Alta Exacter. Een koe met heel veel capaciteit en heel veel melkuitstraling. En hier nog zo'n verse derde kalfskoe, opnieuw een Boekum. Van familie Jochems. Koeien met kracht en koeien met melkuitstraling en breedte in de achterhuivers. Nou, de voorzitter zei het al, met dank aan heel veel vrijwilligers en zeker ook Piet en Piet die de beelden verzorgd hebben en die gemonteerd hebben. Maar er waren veel meer vrijwilligers actief. En om met koeien naar de keuring te gaan is heel veel werk. Maar ook de totale organisatie van de keuring is ook gewoon veel werk. En ik denk, als we daar met elkaar de schouders onder blijven zetten, dan hopen we ook in de toekomst gewoon nog heel veel hele mooie wintershows te organiseren. We gaan langzaamaan naar de laatste rubriek in de middenklasse. Adrian die probeert aan de regionale pers uit te leggen hoe dat ongeveer allemaal werkt. Er moest flink getypt worden om dat bij te houden. En hier zijn we in rubriek 6, een hele mooie rubriek, aangevoerd door deze witte koe. De kampioen van vorig jaar, een hele krachtige koe. Een koe met een superruiver, de Jackman dochter, Alta Jackman. En dat is een snowman zoon van Southland Holsteins. De jury had het al over een kopduo, deze op de tweede plaats in de rubriek. De Malky dochter van familie Van Beek, wat een lengte. Spijkerhard in de benen, super in het achterruiver. Een enorm kwaliteit in dit kopduo, maar de derde mag er wat mij betreft zeker ook zijn. Deze Malky dochter van Vero. Een koe met een super achterruiver en ook spijkerharde benen. Catalogus nummer 60, een Danno van familie Magielsen. Een koe met kracht, een koe die het ogenschijnlijk zeer makkelijk doet. En ook een heel best achterruiver inderdaad. Catalogus nummer 63. Een plannerdochter van Everland. Wat meer een koe met hardheid en met melkuitstraling. Fraaie koe. Catalogus nummer 57. Weer meer een krachtpatser. Wat een diepte heeft deze koe in de voorhand. En ze beweegt op die voorbenen dan ook heel makkelijk. En catalogus nummer 64, een vierverdochter. En daarmee loop je in de achterhoede, maar nog steeds met een hele beste koe. Nou, dan hebben we de middenklasse rubrieken gehad. Dan gaan we ons opmaken voor drie rubrieken oudere koeien. Ik denk dat dat ook iets is waar we gewoon heel blij mee zijn. De oudere koeien waren gewoon goed vertegenwoordigd. En de oudere koeien zijn ook echt oud, tenminste ze mogen pas meedoen vanaf vierde kalfs. Dus we krijgen één rubriek met vierde kalfskoeien. En daarna twee rubrieken productieklasse. En dat zijn allemaal dieren die meer dan 50.000 liter gegeven hebben. Nou, ze was vorig jaar ook geen pauze. Dus dat eten dat gebeurde even in de ring tussendoor. Ik denk dat het goed bevallen is. Keuring gewoon afwerken. Proberen op tijd klaar te zijn en daarna nog de tijd om na te praten en daar werd ook volop gebruik van gemaakt. Nou, Vincent zei het al, veel publiek. 'S Morgens dan denk je wel eens even van nou, het is nog wat rustig, maar zo gaandeweg de dag weer volop publiek. En hier zijn we in de eerste rubriek oudere koeien. En een heel best niveau waar we mee begonnen, deze pitbulldochter van familie van Loenhout. Een spijkerharde koe. Een koe met
een heel goed kruis. Zeer best in huiver, spijkerhard in de benen. En deze Gina, een Golden Dreams dochter van Southland. We zagen net al even het achteraanzicht. Heel veel breedte in het achterhuiver en heel veel fijnheid in het benenwerk. Dan krijgen we catalogus nummer 73, een Goldsun van Oostvogels en 72. En volgens mij lopen die koeien altijd achter elkaar. Ze zitten qua leeftijd, zitten ze natuurlijk heel dicht bij elkaar, maar ook na plaatsing. Volgens mij komen die koeien elkaar elk jaar tegen. Deze koe kennen we ook, nog een keer van de veebeoordeling in de zomer. Deze Coltsfarmdochter van familie Pijs blijft een imponerende koe. Zeer veel lengte en kracht. En een besthuiver. Maar deze koe zeker ook imponerend. De big winner van Southland met dat enorm brede achterhuiver. Deze Stonewall koe. Ook weer zo'n koe met heel veel capaciteit. Die heel veel vitaliteit en kracht uitstraalt van de familie Pijs. En dan heb je zo'n fraaie koe bij. Een Ormsby van Tuitelaars. Met zo'n beaderduiver. En dan loop je gewoon op de laatste plaats. Ik denk dat we gewoon kunnen constateren dat dit een hele beste rubriek was. Nou, de koeien voor de productieklasse. Twee rubrieken, totaal 11 dieren aanwezig. Allemaal meer dan 50.000 liter geproduceerd. En ik zal er ook steeds even bij proberen te vertellen hoeveel de koeien ondertussen op de teller hadden staan. In de eerste rubriek kregen we 6 dieren te keuren. In de tweede rubriek 5. En hier zijn we in rubriek 8. Gina op kop. De windbroekkoe, 53.000 liter melk geproduceerd. Hij blijft een imponerende koe. Een koe die kracht uitstraalt. Zeer besthuiver, maar ook heel goed in de benen. Op kop in deze rubriek oudere koeien. Op de tweede plaats deze G-Force dochter van familie Machielsen. Spijkerharde koe. Een koe met fijne botten. Een best bewaarduiver. En ondertussen ook al 58.000 liter melk geproduceerd. Dan deze Dorsey. Ondertussen ook 57.000 liter melk geproduceerd van familie De Brouwer. Een Goldship van familie Van Gastel. 54.000 liter melk geproduceerd. Een enorme lange koe. Een koe in een goed frame. En een best bewaarde uier. Deze koe van familie Vermeeren. 52.000 liter melk geproduceerd. Van een Abtshoevestier. En catalogus nummer 74 van Dekker. Een Grant dochter. 51.000 liter melk geproduceerd. Nou, ik denk stuk voor stuk koeien die... Ja, gewoon laten zien dat ze de productie heel makkelijk aankunnen en dat ze nog steeds prima bewaard zijn. En als ze gewoon weer met kalf zitten, ook vast nog meer melk op de teller zullen gaan krijgen in de komende jaren. De koeien van de oudste rubriek. Je zou denken, die hebben alles alles meegemaakt, die koeien. Maar het valt me elke keer weer op dat dat toch op de een of andere manier koeien zijn met een eigen wil. Er wordt vaak met die oudere koeien veel meer afgezien als met de jonge fase. Hier zijn we bij de oudste rubriek, rubriek 9. En daar komt deze bekende Aftershock, dochter van Vero, op de eerste plaats. In het verleden al vaker in de prijzen gevallen. Nu 89.000 liter melk geproduceerd, 8 keer gekalfd. Blijft een imponerende verschijning met enorm veel ribdiepte en nog steeds best bewaard in haar uier. Zo ook deze blitsdochter van familie Van Loenhout. 81.000 liter melk geproduceerd, ook
ook in het verleden prijzen gepakt. Dit is een Beacon-dochter van familie Van Beek, 73.000 liter. Maar ook nog steeds het uier op de hak of boven. En een koe met heel veel kracht. Katalum is nummer 84, de oudste koe van de keuring, 104.000 liter. Met ook nog eens een keer 94 vet en 360 eiwit. Dat is een koe met een enorme levensproductie. En wat een vitaliteit straalt de koe uit. En dit is een observer van familie Van Beek, ook 70.000 liter melk. Nou, speciale aandacht voor deze koe. En zeer terecht dat dit soort koeien ook even in het zonnetje gezet worden. Ik zei het net al, ze is 11 jaar oud, 104.000 liter melk geproduceerd, 94 vet, 360 eiwit. Ja, de koe is al vaak op de keuring geweest. Ze is eigenlijk onverslijdbaar, zo ziet ze eruit. Een hele mooie vierkante beenstand, zowel op de voorbenen als op de achterbenen. En een koe waar de gebroeders Jochems terecht zeer trots op kunnen zijn.